Welkom luchttekens, welkom bij jullie horoscoopreading. Dit is een bonusreading voor de liefde, voor waterman, weegschaal en tweelingen. Ik ga eerst even kijken naar de algehele energie voor de liefde. Voor de luchtelementen. Ik heb de eerste kaart met romantische gevoelens. Je gevoelens zijn echt en de moeite waard om te onderzoeken. De tweede kaart is familieaangelegenheden. Aangelegenheden helen. Je liefdesleven zal er wel bij varen als je je ouders vergeeft. En de derde kaart is relatie uit een vorig leven. Jullie hebben elkaar al eerder gekend. Ja, het kan dus zijn dat je dus nog wat vasthoudt vanuit het verleden. Wat betreft met je ouders. Gisteren had ik de waterelementen opgenomen. En ja, daarin kwam ook de vergeving tevoorschijn. En het is heel belangrijk dat je niet alleen vergeeft, maar ook het verhaal vergeet. Het verhaal loslaat. Want als jij niet vergeet wat er is gebeurd en daar dus aan vast blijft houden, dan neem je dat altijd mee als ervaringen vanuit jouw rugzak richting nieuwe situaties. Hè? En je zal dus altijd in zo'n cirkeltje blijven lopen, omdat je het simpelweg het oude verhaal niet los kan laten. Veel mensen hoor je vaak zeggen: ik vergeef, maar ik vergeet niet. Ja, en wat betekent vergeven dan? Als je het niet kan vergeten. Eigenlijk helemaal niks. Er zijn romantische gevoelens met iemand uit een vorig leven. Maar ja, er zitten dus hier blokkades. Vanuit jouw kindertijd. Of in ieder geval richting jouw ouders. Misschien neem je je ouders ergens kwalijk voor. Maar weet dat ook jouw ouders met hun kennis en wijsheid jou hebben opgevoed. En nee, dat zal niet altijd even leuk zijn geweest of even makkelijk zijn geweest. En de een maakt wat ergere dingen mee dan de ander. Maar weet vanuit een groter geheel gezien dat alles zo moest gebeuren om jou hier te krijgen. Dat is een beetje veel. Nou weet ik de tweede kaart ook niet meer. Ze dus nemen het gewoon weer mee. Ik heb de kaart timing. De juiste tijd voor jullie is nu. Is de juiste tijd om nu die romantische gevoelens voor elkaar te onderzoeken. Schaduw, er zijn groeimogelijkheden mogelijk. In de relatie met jouw ouders misschien wel. En dan correspondentie. Schrijf een liefdesbrief met degene, ja, de relatie uit je vorige leven. Ja, misschien vind je het nog moeilijk om jezelf te uiten naar deze persoon en kan je dat misschien schriftelijk doen als een eerste stap. Dat zou kunnen. Het is in ieder geval de juiste tijd om met deze persoon een connectie aan te gaan. Maar weet wel dat de energie nog een beetje geblokkeerd kan zijn door ja, iets wat speelt nog met jouw ouders.
Gaan even in de diepte kijken. Romantische gevoelens. Krijgen doof. Ja, en dat is in die cirkels rondlopen. Dus jouw liefdesleven staat eigenlijk een beetje gespiegeld aan de relatie met jouw ouders. En dat kan ook haast niet anders natuurlijk, omdat ja, jouw ouders zetten eigenlijk de basis neer in hoe jij jezelf gaat ontwikkelen verder in het leven. En hoe jouw verbinding met jouw ouders is geweest, weerspiegelt de verbinding met deze persoon. Er zijn groeimogelijkheden mogelijk. Het is ook net als ik naar die kaart kijk, alsof jullie elkaar nog niet helemaal kunnen vinden. En dat heeft met deze energie hier te maken. Dus er is nog iets te helen, zeg maar, vanuit ja, jouw ouderlijke. Nou ja, de verbinding met je ouders. Ik krijg het boeket. Het boeket staat vaak voor een cadeautje. Iets, ja, een gift. Het kan zijn dat er een bepaald inzicht daarover door gaat komen. Wat jou verder zal helpen hierin. Om je ouders te kunnen vergeven. En te kunnen zien vanuit het grote geheel. De boom bij relatie uit het vorige leven. Nou ja, dat vind ik een hele mooie combinatie. Omdat ja, een boom kan honderden jaren oud worden. En ja, dat het trekt dus ook terug naar vorige levens. Ja, de wortels die jullie al hebben vanuit vorige levens. Maar ook de relatie met jouw ouders. Ook jouw ouders ken je waarschijnlijk uit vorige levens. Misschien niet zozeer als ouder. Maar op een andere manier misschien, maar die persoon is wel in jouw leven geweest. De verbinding draaide zich om. Ik pak hem niet hoor, maar, want hij kwam er niet uit. Maar ja, het gaat dus ook om de verbinding, wat ik al zeg. De verbinding die jij hebt, zeg maar, met deze connectie, die relatie die je hebt, op liefdesvlak, is een weerspiegeling met de relatie van jouw ouders. Dat is de verbinding, zeg maar. En jullie lopen hier eigenlijk een soort van verloren. Ja, in die doolhof cirkeltjes te lopen. Omdat er een bepaald verhaal niet losgelaten kan worden. Je kan misschien je vader niet vergeven of je moeder niet vergeven voor een bepaalde situatie. Of je vindt dat moeilijk, je weet niet hoe. En dat komt vaak omdat we het grote geheel niet zien. Wanneer we dus uitzoomen, zeg maar, vanuit dat doolhof en maar cirkeltjes blijven lopen op zoek naar antwoorden, dan gaan we die ook niet vinden. Het antwoord moet naar jou toe komen. Jij moet het ontvangen, jij moet ervoor openstaan. En wanneer we dus uitzoomen en afstand nemen van de situatie, dan kunnen de inzichten dus ook doorkomen voor jou. En dan ga je dus ook vanuit het uitgezoomde op de situatie neerkijken met die inzichten en kom je dus tot een hele andere conclusie. Je gaat het grote geheel ervan zien. Timing, de juiste tijd voor jullie is nu. Daar krijg ik bij de vos. En
Ja, ik heb het gevoel van wanneer jij het slim speelt, kunnen dingen gaan bewegen voor jullie in deze connectie. He, dus wanneer jij ook jezelf even die rust gunt om die inzichten te ontvangen. En dat hoeven natuurlijk geen dagen of weken te zijn, maar gewoon even met het gegeven van deze reading, het besef, als je daar even mee gaat zitten. Dan kunnen dingen al helder worden voor jou. En kan jij misschien al meteen het grote geheel zien van de situatie van jouw kindertijd of de verbinding tussen jouw ouders? Misschien zit daar een rode draad in hoe jouw relatie verloopt met deze zielsconnectie. Ja, dus als de verbinding tussen jouw ouders niet goed was, ja, dus die ook maar in cirkeltjes rondliepen omdat ze niet beter wisten. En daar dingen zijn gebeurd tussen hun twee. Hoe kan jij dat terugspiegelen in de relatie met de persoon die jij nu in je leven hebt? Kan je daar iets terug van halen? Misschien waren ze emotioneel niet beschikbaar naar elkaar toe. Misschien was er een afstand tussen elkaar. Hoe kan jij iets terughalen? Dus ja, de Vos zegt, als je het slim speelt, kunnen dingen dus gewoon ja, al heel snel veranderen voor jou. Schaduw, er zijn groeimogelijkheden mogelijk. Ja. Wanneer je dat besef gaat krijgen, dan ga jij dus ook verder in je spirituele groei en ontwikkeling. Je komt uit een schaduwperiode waarschijnlijk. Wanneer we dus ja, zo rond aan het lopen zijn, dan zitten we eigenlijk in onze schaduwperiode. Want we zien het antwoord niet. We krijgen de inzichten niet. En we lopen en we lopen en we lopen en we lopen. Maar we komen er niet uit. En dat is een schaduwperiode. En dan hebben we helder licht nodig. Inzichten nodig. Ik krijg de romantische vrouw. Het kan dus zijn dat het iets te maken heeft met jouw moeder. De vrouwelijke kant binnenin jezelf. En ja, hoe kan je dat terugspiegelen naar degene waarmee jij te maken hebt? Het kan een vrouwspersoon zijn, maar het is niet specifiek vrouw of man gericht natuurlijk. Maar mocht jij een man zijn met een vrouwspersoon, dan kan dit dus ja, weerspiegeld worden vanuit de moederlijke kant. Maar dan kan het natuurlijk net zo goed zijn als jij een vrouw bent die kijkt met een manspersoon. Die dus ja, iets vanuit die vrouwelijke energie nog mag helen. Dus kijk maar even waar je staat. Het is een aas van zwaarden. En de aas van zwaarden heeft te maken weer met begrenzing. Ergens resoluut in zijn. Ja, misschien konden jouw ouders geen grenzen stellen naar elkaar toe. En weerspiegelt zich dat in jullie connectie? Oké. Correspondentie, schrijf een liefdesbrief. Jullie hebben elkaar al eerder gekend. Ik krijg twee kaarten. De kaart van kiezen. En de wolken. Ja, jij hebt een keuzemogelijkheid. We hebben elke dag de keuze om dingen te kunnen veranderen. En voor jou is namelijk de keuze van als jij het slim speelt, om even met jezelf te gaan zitten en dit op je te laten inspelen. Ja, hoe was die verbinding tussen mijn ouders? Wat heb ik gezien als kind tussen hun? Of welke energie heb ik opgepikt als kind? Was daar veel ruzie? Was daar altijd confrontatie? Was daar alcoholmisbruik? Was daar fysiek geweld? Was daar gewoon afstand en zwijgen? Ja, dat kan van alles gespeeld hebben natuurlijk. En als je daarmee gaat zitten.
Ja, wat zie jij dan van jouzelf terugkomen in deze relatie? Dus niet naar de persoon aan de andere kant kijken, maar naar jezelf. En hoe kan je dat terughalen in jouw eigen gedrag? Ben jij afstandelijk? Ben jij emotioneel niet beschikbaar? Ben jij fysiek gewelddadig? Ben jij gebruik je alcohol? Probeer echt naar jouw schaduwkanten te kijken, hè, want het gaat hier over schaduw. Probeer echt naar je schaduwkanten te kijken. En dat kan natuurlijk heel confronterend zijn. Maar als jij verandering wil, dan zou je dus iets hierin moeten gaan doen. En probeer ook zonder oordeel te kijken. Misschien kun je jezelf ook ergens niet in vergeven. En dat weerspiegelt ook weer met je ouders natuurlijk. Bijvoorbeeld als jij je moeder ergens niet van kan vergeven, dan kan jij dus vanuit jouw vrouwelijke energie dus ook iets niet vergeven en vergeten. Het kan niet zijn dat jouw vader iets naar jouw moeder heeft gedaan wat jij niet kan vergeven. En jij dus als persoon iets naar de andere kant heeft gedaan wat je jezelf ook niet kan vergeven. Wat is die weerspiegeling voor jou? Het is heel confronterend en dat zeggen de wolken eigenlijk ook. Het moet eerst even donker worden voordat het licht kan schijnen. Dus ja, het is voor jou dus heel belangrijk om een schaduwkant te gaan bekijken nu, zodat je dat kan gaan omarmen in liefde en vanuit het grote geheel kan kijken waarvoor heeft dit gediend. Waarvoor is dit gebeurd? Waarvoor heb ik dit gedaan? En als je dat allemaal kan zien, dan lost het vanzelf op. En je leert ervan. De Vos is ook een 9 van staven. En er staat ook, hè, de timing, de juiste tijd voor jullie is nu. En de 9 van staven is een kaart die zegt van ik kom al van heel ver. Het is nu de juiste tijd voor jou, zeg maar, om dit te gaan bekijken. Een schaduw wat ja, voor mijn gevoel toch wel diep verborgen ligt. Of in ieder geval iets waar jij je voor schaamt of het moeilijk vindt om aan te kijken en wat je al die tijd misschien hebt genegeerd en nu niet meer daaronder uit kan komen. Dit gaat jullie connectie echt helpen, wat ik al zeg. De Vos zegt echt, als jij het sluw speelt voor jouzelf, dan kunnen dingen in beweging komen tussen jou en je connectie. Maar je moet echt naar je eigen gedrag gaan kijken en hoe weerspiegelt zich dat met je ouders of een van je ouders? Ja, dus als jij een vrouwspersoon bent die kijkt, hoe is jouw moeder naar jouw vader geweest? En als jij een man bent, hoe was jouw vader naar je moeder toe? En hoe weerspiegelt zich dat op jullie als man en vrouw? De boom is ook een 7 van bekers. En de 7 van bekers is weer meerdere opties, meerdere mogelijkheden. Dus jullie ook kennen elkaar van meerdere levens. Dus niet één leven, maar meerdere levens. En jullie gevoelens zijn echt, hè? Jullie gevoelens zijn echt en de moeite waard om te onderzoeken. Dus misschien maak je jezelf ook wijs dat het misschien niet zo is. Of je bent heel erg onzeker. Je durft het misschien niet te geloven. Maar probeer dat ook wel te erkennen, hè? Jouw eigen gevoelens voor deze persoon. Want daar zit natuurlijk iets onder, een wortel. En dat heeft te maken met jouw ouders. Waardoor je misschien die onzekerheid gaat voelen van, hè? Ik ben misschien gek. Deze gevoelens zijn niet echt.
maar ze zijn wel echt. Wanneer we iets voelen voor iemand, zijn die gevoelens gewoon echt. Alleen er ligt iets onder wat jou dus onzeker maakt. En wanneer die wortel eruit is, dan voel je ook gewoon die liefde weer. En dan twijfel je daar ook niet over. Goed, dit is het bericht voor jullie, lieve luchtelementen. Ik bedank jullie voor het kijken en wie weet zie ik jullie snel weer terug bij een volgende video. Doei doei!